Exclusiva es esta fotografía. ¿Reconocen estas caritas? Mírenlas bien, mírenlas bien. Son nada más y nada menos que Joran van der Sloot, en el medio Hugo Trujillo Ospina y William Trickett a su izquierda. Esta foto ha sido tomada... Ondertussen zet de advocaat van Joran elke troef die hij heeft in om het proces te vertragen. Zo ontbreekt het de Peruanen nu weer aan een beëdigd vertaler. Het proces moet paralyseren tot er een interpreter officieel is, tot er een reglement is, tot er een protocol is. De internationale wetten zeggen dat dat gaat in cargo aan het land waar ze zijn detenido. In todo caso, el Perú tiene que ver cómo solucionar ese caso. Jorans advocaat heeft er in elk geval nog altijd vertrouwen in dat zijn cliënt er, net als op Aruba, weer gemakkelijk vanaf komt. Él quiere esclarecer los hechos, es lo que él quiere que haga un intérprete que se respete el debido proceso y nosotros estamos llenos a colaborar con la justicia peruana. Ja, want het laatste kwam dan gisteren in het nieuws, hè, dat er problemen zijn rond de tolk van Joran. Hij heeft natuurlijk na zijn arrestatie wel een bekennende verklaring afgelegd. Maar daarvan zegt nu de advocaat, en dat klopt ook wel, dat die tolk die dat heeft opgenomen, die verklaring, dat hij of daarbij is geweest, dat heeft vertaald, dat hij niet beëdigd was. En dat moet volgens de Peruaanse wet moet dat wel. Dus waar die advocaat nu voor pleit om dat hele vooronderzoek weer opnieuw te laten doen. En dan, dan zal Joran waarschijnlijk geen bekennende verklaring meer afleggen. Heb ik zo het weet wat ik echt niet begrijp, John. Aan de ene kant heeft hij dus die bekennende verklaring. Aan de andere kant is er een voorstel om de doodstraf weer terug in te voeren in Peru. Ja. Waarom zou je als advocaat dan willen wachten? Want als die doodstraf is ingevoerd, zou hij de doodstraf kunnen krijgen. Wat nu nog niet het geval is. Ja, nee, maar dat is ook op het moment dat dat zou worden ingevoerd, de doodstraf. Geldt dat niet voor zeg maar, de oude bestaande gevallen? Dan zou dat alleen voor mensen die dan nieuwe daarna gevallen. Weer voor moord worden veroordeeld, zou dat gelden. Dus dat is geen gevaar voor hem. Hij zit inmiddels dus al een tijdje weer vast in Peru. Ik ben er in juni geweest en toen zat hij al met die Colombiaanse huurmoordenaar. En er is inmiddels is er iemand bijgekomen, een Amerikaan, die dus een Peruaanse vrouw heeft vermoord. Die vrouw in stukken heeft gesneden en vervolgens in een koffer in zee heeft gedumpt. Dus het is wel een heel bijzonder gezelschap daar bij elkaar in dat gedeelte van die Peruaanse gevangenis. En dat zijn zijn vrienden? Dat zijn de mannen waarmee hij gaat klaverjassen? Dat waren, moet ik zeggen, tot voor kort zijn vrienden. Want inmiddels is die Colombiaan overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De Amerikaan ook. Dus Joran zit nu eigenlijk helemaal alleen daar in dat gedeelte van de gevangenis. Als je zelf interesses hebt, is het toch leuk als je met iemand kan delen. Ja, dat je het kan delen. Dat is ook wel zo. Ja. De repetities van...